De 400 meter is in Nederland van bijzonder, bijzonder hoog niveau. En dat het bijzonder hoog niveau kent, dat heeft natuurlijk alles te maken met de geweldige training, de geweldige sparringspartners die ze onderling voor elkaar zijn. Jochem Dobber is als een gek van start gegaan. Tony van Diepen en Maarten Emmanuel in de achtervolging. Wie gaan Jochem Dobber achterhalen? We hebben twee tickets hier liggen op de finish voor de finale. Jochem Dobber, Tony van Diepen, Maarten Emmanuel. Daar komt Maarten Emmanuel. Daar komt Tony van Diepen. En de tickets gaan naar Tony van Diepen en Maarten Emmanuel. Tony van Diepen pakt hier de winst in 46-67. Maarten Emmanuel zit er gewoon bij in die finale. En Jochem Dobber moet gaan afwachten of zijn tijd voldoende is voor een van die twee tijdsnelste plekken. 46-66 voor Tony van Diepen. 46-96 voor Maarten Emmanuel. En 47-57 voor Jochem Dobber. Mijn collega Niels Schoen staat naast de kerstvers kampioen Polsterhoogspringen bij de mannen. Hij staat daarnaast Rutger Koppelaar. Rutger, 50.